Hey mensen, Mark hier voor Dynasty met vandaag even weer een nieuwe video. Want we moeten toch wel Cristiano Ronaldo gebruiken nu we hem in ons team kunnen hebben. Ik laat ook als een tactic zien die ik aan het eind niet meer gebruik, want ik was vreselijk slecht. Een duimpje omhoog op deze video zou ik enorm waarderen. Eerst maar voor het feit dat ik games heb kunnen verzamelen, want ik was niet goed. Ik nam dit op maandag op deze games. Ik had sinds vorige week woensdag had ik geen games meer gespeeld online. Want ik zei dat ik de Weekend League zou skippen en dat heb ik ook gedaan. Dat beviel me wel. Alleen heb ik dus niet net zoals Raoul een video gemaakt over goede en slechte gameplay met de servers afgelopen weekend. Want ik heb niet gespeeld afgelopen weekend. Ik geef normaal gesproken wel feedback. Meestal natuurlijk over het feit dat ik finishing in de box ongelooflijk inconsistent vind. Ik heb heel veel geklaagd over dat ik mijn Gold Silver Bronze Cups terug wil. En ik praat gewoon over de dingen waar meningen naar gevraagd worden. Dus nou ja, alleen dit weekend kon ik even niet meedoen. Kijk, ik had wat games verzameld en de reden dat die custom tactics die echt in de eerste paar seconden zit niet relevant zijn, is ik switch zoveel gedurende deze games. Like, deze 10 games die je nu ziet zijn niet achter elkaar opgenomen. Het is zo van, soms zaten er 2 losses tussen. Soms zat er een dom gelijk spel tussen. En ik had zoiets van, het is niet dat ik alleen maar winst wil laten zien, want dat doe ik niet in deze aflevering. Alleen dit is zoiets van, ik speel zo ontiegelijk slecht. Like, ik had zo lang nodig om, ik bleef maar kloten met tactics, wat wel werkte en wat niet werkte. En het is niet zo dat ik andermans shit probeerde. Ik probeerde mijn eigen shit. Wat eigenlijk net zo erg is. Want ik heb geen idee wat ik doe. Voor mijn gevoel. Althans, zo lijkt het in de praktijk. Maar uiteindelijk spelen we wel degelijk FIFA. En ik moet natuurlijk dit weekend weer Weekend League doen. Dat heeft de reden vooral dat ik nu heb gemerkt dat als ik geen Weekend League doe en ik vervolgens nog wel rank 1 wil halen in Div Rivals, nou kan je vertellen, dat duurt wel even. Want dan is, kijk, 18.000 punten, ligt het ongeveer op vorige week, 18.000-19.000, is niet zo erg als je hele Weekend League hebt gespeeld. Weet je, dan moet je nog 7.000 zelf halen, dat is best te doen, weet je, want je wint meestal wel aardig wat. Dus dan kom je er wel. Maar op het moment dat je vanaf nul moet beginnen, ja, dan is het toch wel even een paar potjes meer en dat is dan weer net waar ik niet zin in heb. Weet je, dat is gewoon hoe het is. Ik heb ook nog andere dingen te doen. Maar uiteindelijk natuurlijk, kijk, als je Ronaldo in je team hebt, dan kan je altijd wel wat. Dus dat is wel zo. Nou, er komen nog wat dingen aan deze week natuurlijk. Ik zal geen Weekend League Awards hebben, wat vreemd voelt. Ik ga onder andere nog, ik ga mijn Hulk nog unlocken. Ik ga nog laten zien wat ik heb gedaan wat betreft die weekly objectives en zo. Maar ik wilde me nu vooral focussen op het team. En gameplay vooral specifiek. Want kijk, er zijn heel veel mensen die 4-2-3-1 spelen. Niet iedereen met dropback. Slotta speelt een vrij agressieve manier in die zin dat met zijn pressure after every touch en balbezit, weet je, kijk ook zijn gameplay is vrij hoge snelheid, niet te veel man achter de bal. Raoul gebruikt 4-2-3-1 als ik me niet vergis, hij heeft al 4-3-3. Tweede variant was het geloof ik als backup plan, maar heel veel 4-2-3-1. Alleen kijk, ik moet heel eerlijk concluderen dat ik er met die formatie dropback of niet geen kut van kan. Daar moet je gewoon goud eerlijk in zijn soms. Weet je, en kijk, ik probeer mijn best te doen. In elk opzicht. 4-4-2 gaf ik meermaals aan dat ik mijn eigen tactics mee. Maar dat werkte gewoon niet in Div 3. In ieder geval niet vandaag. Dus ik had zoiets van, oké, hoe gaan we dit doen? Dus ik probeerde 4-2-2. En ik moest sleutelen en kloten. Weet je, wie wil ik achterhouden? Wie wil ik mee naar voren hebben? Wie wil ik in de box hebben? Wie wil ik er buiten houden? Hoeveel breedte wil ik gebruiken bij die tactics? Hoeveel players in de box wil ik hebben? Hoeveel mensen bij corners en vrije trappen? Want er zit zoveel denkwerk bij. Dat ik haast zou denken dat ik het vorig jaar makkelijker vond qua tactics. Maar ondanks dat het toen ook gewoon bizar vage shit was. Maar uiteindelijk komen we erdoor. Maar het probleem vooral, wat je natuurlijk ziet tijdens deze aflevering, is mijn verdediging is ronduit dramatisch. Kijk, aanvallend kan ik wel aardig wat. Weet je, ik ben behoorlijk capabel als het gaat om aanvallen. En natuurlijk helpt het dat ik Ronaldo heb. Maar kijk, verdedigend is het niet om over de huis te schrijven. Kijk, die eerste helft van deze game, dat is toch ongelooflijk, lieve mensen. En dat was niet bedoeld om Slot aan na te praten, maar het is gewoon ongelooflijk wat daar gebeurt. Dat ik denk, ja, ik geef woorden, ik speel maar gewoon. Uiteindelijk ben ik 7-5, maar het is zoiets van, hoe moet ik dit omschrijven? En ik kom tegen goede teams, ik kom tegen alleen maar goede teams, wat natuurlijk fucking logisch is, want het is Div 3. En ik weet dat mensen willen dat, althans het werd een tijd geleden een ding, dat ik terug moest naar Div 2 en uiteindelijk moet proberen te pushen voor Div 1. Ik zie regelmatig posts op Reddit van mensen die heel trots en blij zijn dat ze Divisie 1 halen, excuus. En dan denk ik, ik kan, op het moment dat ik in Div 2 kom, kan ik niet de motivatie, kijk trouwens, dit is een combinatie van Tsjech. Want Tsjech is echt de slechtste keeper in de game. Samen met 85 Alisson voor mij. En Dani Alves op de lijn is gewoon compleet kansloos. En dat zeg ik omdat hij het daar verneukt. En hij verneukt het ook nog een keertje later in de game wanneer hij een eigen goal scoort. En dat was trouwens mijn schuld. Die 2-2 was volledig mijn schuld. Maar dat is vaker zo. Dat is gewoon vaker volledig mijn schuld waarin ik het niet wens toe te geven. Maar ja, Tsjech. Kijk, ik heb dus nu, ik heb niet heel veel coins meer over. Ik denk dat ik 20.000 heb.
Dus wat ik ga doen voor dit weekend, hopelijk, is de coins die ik ga verdienen aan Div Rivals en misschien nog aan wat packs die ik krijg. Stik bijvoorbeeld aan die van de Hulk SBC. Ga ik gebruiken om David de Gea te kopen. Want kijk, er zijn van die keepers. Je kan ze nog zo leuk vinden om te gebruiken. Ze spelen voor je club, maar ze kunnen er gewoon geen kut van in FIFA. Tsjech is zo'n keeper. Tsjech, ik hou van hem voor Arsenal. Weet je, en niet alleen omdat hij voor Arsenal is. Hij heeft jarenlang goede service geleverd. Niet altijd even top. Maar dat kan gebeuren. Hij wordt ook een dagje ouder. Dit seizoen gewoon heel solide. Maar kijk, in FIFA, ik dacht echt, dit kan niet fout gaan, weet je wel. 91 graded keeper, goede stats. Ja, er was wat speculatie dat reactions niet geüpdate waren. Dus dat hij in principe nog steeds de reactions had van van zijn 82 kaart. In eerste instantie had ik zoiets van, ik heb geen idee, ik heb hier geen bewijs voor. Dus we zien wel. Nou ja, het blijkt dus toch wel waar te zijn. Of in ieder geval, hij kan er geen kut van voor mij. Terwijl er wel mensen zijn die zeggen dat Tsjech hun favoriete keeper is in FIFA 19. Dus ja, ik heb geen idee, maar ik kan hem gewoon niet langer gebruiken. Want kijk, ik trek de haren uit mijn hoofd en zoveel heb ik er al niet meer. Dus weet je moet roeien met de riemen die je hebt. De reden dat ik deze game laat zien specifiek is, dit is geen game die ik win. Dit is gewoon een game waar ik zo ontiegelijk slecht ben. Dat ik denk, hoe kom ik ermee weg? Het is dat ik kan aanvallen. Maar als ik niet kon scoren, dan had ik echt een probleem gehad. Kijk, want ik weet dat er heel veel mensen zijn die vragen regelmatig door de tijd heen, weet je wel. Hoe ik bijvoorbeeld afmaak na de patch. Ja, quite frankly, ik doe helemaal niks geks. Ik doe amper getimede schoten. Ik doe wel regelmatig een laag gedreven schotje hier en daar. Maar kijk, dit doet Tsjech dan weer wel. En dan denk ik, hij kan af en toe wel redden. Maar de ballen die hij niet redt, zijn zo extreem frustrerend dat... Ja, ik laat het maar gewoon gaan, weet je wel. Kijk, wat ik wel wilde zeggen dus, is qua schieten vooral... De meeste van mijn schoten zijn gewoon normale powerschoten. Een goed aantal is low drivens. En als dat zo is, dan zal ik het je aangeven. Ik geloof dat ik, en dat wel oprecht... In geen van deze goals die ik score in deze aflevering... Is een getimed schot of een low driven shot. Alles is gewoon normaal geschoten. Voor zover ik me herinner. En als het niet zo is, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan me in ieder geval niet herinneren. Maar uiteindelijk gaan we wel lekker. Ik geloof de laatste 4 games van deze aflevering zijn games die ik op rij won. Met een set tactics die ik ook laat zien aan het einde. Omdat dat iets is wat wel redelijk speelde. En ook zeker omdat ik gewoon tegen meer dan degelijke teams kwam. Wat logisch is in Div Rivals. Maar ik wilde laten zien van, hey, dit gebruik ik. Dit werkt voor mij. Ik zeg niet dat dit voor jou ook gaat werken. Maar daarom laat ik ook die tactiek in het begin wel zien. Het werkte niet voor mij. Maar misschien is het iets wat voor jou wel fijn is. En weet je, dan heb je dat als manier om er terug te kijken. En als je wil weten, Mark, heb je nog andere custom tactics? De afspeellijst staat net hier rechtsbovenin. Daar kan je gewoon best die oude afleveringen terugkijken. De afleveringen die sowieso custom tactics bevatten zijn. Waarin je het in de thumbnail ziet. En waarschijnlijk ook nog wel een goed aantal andere. Maar hey, weet je, je moet er zelf van achter komen in ieder geval. We winnen deze game ook weer. En uiteindelijk had ik dus wel een paar rage quits, wat wel nice is natuurlijk. Het is een beetje goed voor mijn ego. Want ja, kijk, ik weet dat het Division 1... Kijk, deze trouwens, sorry dat ik even moet onderbreken wat ik telkens zeg. Deze guy was dus bezig met de weekly objective voor score in 3 verschillende wins. Met Argentijnen in Div Rivals, is het geloof ik. Dus die guy startte met die Martinez hero card. TVS, Higuain op Centimid. En die Maria. Uiteindelijk wisselde hij, toen hij 2-0 voorkwam dus, wisselde hij Higuain eruit van Matuidi. En die Martinez, die hero kaart in ieder geval voor Ronaldo. Nou, en die guy had al 3 keer gepauzeerd na zijn 2-0. Hij had elke replay afgekeken. En ik had zoiets van, oké, we gaan het zo doen. Dus 2-2, ik niet shushen, ik niet dabben. Natuurlijk dabben vind ik sowieso een beetje lelijk. Hier komen we 3-2 voor. Toen denk ik, die kan je me horen, celebration. Want ja, natuurlijk kom ik hier 3-2 voor. Een beetje kut kon natuurlijk ook de bal terugkrijg. En uiteindelijk maken we hier 4-2. En met TVS, want ik wilde zelf ook even de weekly objective doen. En dan maken we 4-2 en dan shush ik hem wel daarna. Want ja, zie je mij boeien. Als jij als de lul gaat gedragen, dan kan ik het ook natuurlijk doen. Dit is de laatste pot. Zie je ook in de film. Wat een fucking ziek team is dit. Prime Desai. Baby Eusebio is het, geloof ik. Middel Gullit had hij. Prime Best. Hij snijdt als een warmmeester boter om 1-0 voor te komen. Heerlijke goal van hem. Gewoon goed uitgespeeld, weet je wel. Dat mag je ook af en toe kennen. Niet elke goal hoeft een omhaal te zijn om mooi te zijn. Ronaldo hier. En zijn verdediging lag opeens open. Het verbaasde me enorm hoe makkelijk die bal er doorheen ging. Dat ik dacht van, dit had ik niet aanzien komen. Ik kom heel makkelijk 2-1 voor, excuus. En ook hier weer. 3 man achter nog. Best zo'n gat dat ik die paas kan geven. Dat je denkt, ja, kijk hier ook. Kijk, het is FIFA 19, dus hij gaat me bijhouden. Dus ik had zoiets van, weet je wat, we gaan gewoon schieten. Het is Ronaldo en we zien wel hoe het gaat. Uiteindelijk gaat hij erin. Hier zo pas ik hem niet echt uit. Beetje lomp gekleerd gewoon. En uiteindelijk wordt het 3-2. En dan winnen. En daar was ik best wel blij mee, want het was gewoon een goed teampie. En ja, gewoon een lekkere performance. Ik laat nog die tactics zien. Maar persoonlijk vond ik dit dus wel lekkere custom tactics. En ik zou zeggen, probeer ze als je het wil. Zo niet,
Hoeft niet natuurlijk. Laat me weten hoe ze voor jou werken. Ik dank je wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Als het is, doe vooral een duimpje omhoog. En zie ik jullie hopelijk morgen weer, want ik heb morgen een nieuwe video. Dus dan.